Ja, vandaag een absolute primeur. Ga ik een video maken aan mijn bureau. Ja, mijn bureau is... mijn oudste dochter slaapt niet op mijn bureau, maar mijn bureau is in de kamer van mijn oudste dochter zo. Dat is niet de primeur. De primeur is dat ik hier een video... Ik zal er van alles tussen knippen van beeldmateriaal dat ik heb, waardoor dat bijna niet gaat opvallen. Hè. Maar kijk, bij deze heb ik het prijsgegeven. Ik maak deze video van op mijn bureau. Ja, met een fruitsap. Fruitsap met mate drinken. Hè. Het is straffe fruitsap. Maar ook een verandering is dan ik... ja, de klank is hier wel zo goed niet. Maar het is hier eigenlijk gewoon een vrij lege ruimte met kasten en een deur. Maar voor de rest niet veel... En een bed. Maar voor de rest niet zoveel... Daar staan onder andere mijn fotografieboeken ook ergens. Daar. Maar mijn video's zijn ook altijd maar korter en korter. Ik heb eigenlijk voordien deed ik mijn best om mijn video's maximaal zo rond de 10 minuten te houden. Maar de laatste tijd ben ik meer en meer aan het proberen om de video's nog korter te maken. Dat ik ze eigenlijk bijna met 5 minuten genoeg tijd heb voor een video. Nu, het lukt nog niet altijd, dus soms... krijg ik ze gewoon niet kort genoeg geknipt. Maar dat komt eigenlijk uit de fotografie. En de fotografie, als je 20 foto's maakt van hetzelfde onderwerp, is het belangrijk dat je van die 20 foto's de ene beeld daarvan tussen haalt. Dus dat is een selectie. Maar bij fotografie is selectie super belangrijk. Dus volgens mij bij videografie is het even goed belangrijk aan de kunst om er genoeg dingen, die moet ik er van tussen knippen. Om er genoeg dingen van tussen te knippen. Ook iets, als ik praat, moet ik soms... neem ik 2 woorden zonder tussenpauze. En dan is dat vrij moeilijk om daartussen te knippen. Dus ik moet eigenlijk ook veel meer stoppen met spreken. Zodat ik ruimte heb. Om daar dan tussen te knippen. Als ik bepaalde dingen wil knippen. Maar ik ben aan het afwijken. Waarover gaat het gaan vandaag? Natuurlijk over Zero. Ik praat over bijna niet anders. Maar een vraag dat ik soms krijg is: waarom heb je de Zero gekocht en niet een Energica? Want er zijn eigenlijk 2 grote spelers op de markt van de elektrische motorfietsen. En dat is aan de ene kant Zero uit Californië en aan de andere kant Energica uit Italië. Nu, er zijn een aantal grote verschillen. En op het moment, je moet wel rekenen, op het moment dat ik beslist heb, dat was in 2019. In de zomer van 2019, hoe schoon. En dan had ik 5 redenen om de Zero te verkiezen boven de Energica. Ik ga ondertussen hier proberen om de website ook te laden. Wat dat dus gewoon betekent dat ik naar de URL ga gaan en wacht tot hem geladen is. Zodat ik een klein beetje kan vergelijken ook. Hè. Want soms denk ik, moest ik met computers kunnen werken, dan zou ik daar wel mijn boterham mee kunnen verdienen. Ach kijk, ik heb juist een zwarte website geladen. En je ziet het beeld al verdonkeren. Oei, nee. Ik kom hier bij Van Eyck. Dat is gewoon een verdeler in België, een grote wel. Nog niet geweest. Ja, dus ik heb de 2 websites hier open. Er zijn voor mij 5 redenen dus om de Zero SRF te verkiezen boven de Energica. Ja, waarschijnlijk de Evo. Of de Eva is het eigenlijk. Moest ik mogen kiezen tussen alle Energica-modellen, zou ik waarschijnlijk het liefst van al een Ego kopen. En de Ego is eigenlijk een echt racemodel. Sowieso de insteek van de 2 bedrijven, misschien nog snel voordat ik mijn redenen opsom. De insteek van de 2, deze video gaat sowieso alweer veel te lang worden. Maar voordat ik mijn redenering geef voor mijn voorkeur voor Zero. Nog snel de oorsprong van de bedrijven. Dus Zero is een Californische start-up, ja, uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf. En dan Energica is eigenlijk anders ontstaan. Dat is ontstaan uit de racerij. Dus zij hebben eigenlijk echt motoren gemaakt om te racen en zijn dan als volgende stap die motoren op de markt gaan brengen. Qua prijs, qua aankoop zijn ze ongeveer even duur, maar het grote verschil is dat Energica als basismodel heeft eigenlijk al duurdere componenten. Voor mij dus de 5 redenen. Het is eigenlijk, ik ga er rap doorheen gaan, want ik heb niet veel tijd niet meer met mijn 5 minuten. Reden 1 is de aandrijving. Zero heeft als aandrijving een riem. Mijn andere motoren hebben allemaal een kardanaandrijving. Energica daarentegen komt uit de racerij, heeft een ketting. En zeker bij elektrisch hoor je die ketting echt wel goed als je aan het rijden bent. Plus natuurlijk dat een ketting onderhoud vraagt, je moet een ketting smeren. En hetgeen dat je daarop smeert, dat vliegt daar ook af. Plus Er zijn veel mensen die zeggen van ja, oké, een ketting smeren, je doet dat gewoon om zoveel tijd, smeer dan een keer en dat gaat ook 40.000 kilometer mee. Dat zijn mensen die niet in de regen rijden. Als je veel in de regen rijdt door elk weer, dan weet je dat bijna na elke natte rit dat je ketting opnieuw moet smeren. Een tweede reden voor mij was dat er een aantal dingen echt wel goed uitgedacht bij Zero. Zoals bijvoorbeeld de manier waarop dat je de riem er kunt afhalen zonder dat je de brug er moet afnemen enzovoort van de motor. Allemaal dingen die aantonen dat dat een doorontwikkeling is. Plus dat het een heel eenvoudige motorfiets... Allee, eenvoudig. De elektronica is complex op beide motoren, maar los van die elektronica is het eigenlijk een heel eenvoudige motorfiets. De enige vloeistof op de Zero is eigenlijk je remvloeistof. En op de Energica heb je die remvloeistof ook. Maar heb je wel bovenop die remvloeistof ook nog de koelvloeistof. Want de batterij van de Energica en de motor allicht ook is dus vloeistof gekoeld. Dat heeft als voordeel natuurlijk opnieuw uit de racerij dat je langer sneller kunt rijden. Maar ik heb nog nooit op de Zero de motor over verhit of de accu over verhit. En heeft ook nog eens naast die koelvloeistof die je moet vervangen en onderhouden en zo, heb je ook nog een versnellingsbak. Ik weet niet hoe dat welk is, dat juist voor de achteruit of is dat een overbrenging, en daar zit dus ook olie in. En dan de derde heeft te maken met die achteruit, dus het gewicht. De Zero SRF weegt rond de 230 kilo, dat is een voordeel van de S en de DS trouwens, de kleinere modellen, dan die nog lichter zijn. De Energica modellen die zijn zwaarder, die zijn eerder 250 naar 260 kilo toe, dus die zijn veel zwaarder. Op zich, als je heel snel rechtdoor gaat, dan merk je dat niet. Maar als je veel bochten neemt, dan merk je dat wel degelijk. Ook als je binnendoor rijdt of traag rijdt of in de stad rijdt of tussen de file door moet. Dat was de derde reden zeker. Ik hoop dat ik juist aan het tellen ben. De vierde reden is eigenlijk dat op dat moment, dus het moment dat ik mijn beslissing gemaakt heb in de zomer van 2019, had de Zero een langere range, een langere afstand dat je kon afleggen op de accu. Maar dan moet ik wel bijvermelden dat ondertussen Energica een nieuw model heeft uitgebracht. Een 21 kWh accu heeft. Dus eigenlijk meer range heeft ook dan de... Plus dat de Energica het snellaadsysteem heeft. En dan de vijfde en laatste reden dat ik destijds de Zero verkozen heb, de SRF verkozen heb, boven de gelijk welke andere Energica, is het comfort. Dat is ook dat is vrij persoonlijk ook, denk ik. Hè. Maar goed, dat zijn mijn vijf redenen waarvoor ik eigenlijk toentertijd de Zero verkozen heb boven de Energica. Moest ik het opnieuw mogen doen? Ja, dan zou ik denk ik... ik zou opnieuw de SRF... Ik zou wel de 21 kW versies allemaal een keer goed testen van de Energica. Want die extra batterij, dat is wel aanlokkelijk. Maar voor de rest, daartegenover staan de andere elementen die nog niet veranderd zijn. Waarin dat in mijn ogen Zero nog altijd voordeel heeft.